Een bijzonder goedemiddag en welkom bij de webinar over AMI, de nieuwbouwapp die ik vandaag samen met Lex Willemars van AM geef. En zoals de wet van behoud van de lende voorschrijft, kreeg ik net door dat de computer van Lex gecrashed is. Dus die is druk bezig zijn computer op te starten. Gedurende die tijd kunt u naar mijn zoet gevoelige stem luisteren en zal ik jullie allereerst de introductie geven. Wat huishoudelijke mededelingen. Als het goed is, ziet u aan de rechterkant de GoToWebinar console. Daar is één heel belangrijk boxje. Dat is namelijk het boxje waarmee jullie vragen kunnen stellen. Of als er iets aan de hand is. Of vragen met betrekking tot de presentatie die we houden. Als het goed is, zien jullie nu in ieder geval in de chat een bericht voorbij komen. Zodat jullie weten waar de chat zit en dat jullie kunnen chatten met ons. De webinar zal ongeveer 35 minuten duren. Waarna we ruim de tijd hebben om alle binnengekomen vragen te beantwoorden. Ik hoop van harte dat we goed te horen zijn. Mocht dat niet zo zijn, gooi even over de chat. En dan kunnen we kijken of we daar iets aan kunnen doen. Maar volgens mij komen we prima door. Voor diegenen die mij niet kennen. Ik ben Boris Geenjouw en met mijn bedrijf Fundamental Media zijn we specialist op het gebied van online vastgoed, marketing en communicatie. Voordat ik Lex introduceer, die druk zwetende nog zijn computer aan het opstarten is, ga ik even verder. Namelijk, ik denk dat het ongeveer een jaartje geleden was, was ik weer op mijn geboorteplekje Eindhoven, de meest innovatieve en creatieve stad van Nederland, maar dat wisten jullie allemaal al. En dat is natuurlijk logisch als geboren en getogen Eindhovenaar dat je dat ook vindt. En daar kwam ik bij Downtown Gourmet Market. Downtown Gourmet Market is een foodhall, een groot plein en met daaromheen allerlei lekkere en bijzondere eetentjes. Je kocht er een lekker biertje, Friese bitterballen geloof ik, tortilla's, ook nog eens lekkere, hoe heet die ding? Tequila? Hoe heet dat? Ik ben de naam kwijt. Quesadillas? Nee. Van die drankjes. Hoe noem je die? Mojito's. Mojito's, dat soort dingen. En die kocht je bij de een en bij de ander een lekker taartje en een heerlijke kop koffie. Je zat allemaal aan één tafel en je werd bediend door allerlei verschillende leveranciers. Helemaal super. Maar dat deed me ook meteen denken aan wat we ooit eens voor de gemeente Groningen en Leeuwarden hebben gemaakt jaren geleden. Namelijk hun e-loket. Dat is een ongelooflijk complex opgave. Er waren allerlei afdelingen binnen de gemeente, elk met eigen softwarepakketten. En die processen binnen die afdelingen moesten juist door die software ondersteund worden. En dat moesten we allemaal via één loket naar buiten. En het moest ook nog eens zo zijn dat de burger via zijn browser alles kon doen. En dat dat allemaal weer in het juiste bakkie bij die verschillende afdelingen. En daar ligt ook het fundament wat we met AMI voor AM hebben gedaan. Namelijk, we hebben een nieuwbouw-app gebouwd die heel het proces van nieuwbouw aankopen uiteindelijk gaat ondersteunen. Want onze grote uitdaging samen met AM was namelijk het kopen van een huis moest vooral weer leuk worden. En sterker nog, leuk zijn. De consument doet namelijk een paar hele grote stappen in zijn leven. Daarvan is het huis kopen één. En graag wilden wij dat dat een feestje werd. Want voor de consument moet dat zo zijn. Hij gaat groter wonen, hij gaat groener wonen of hij gaat nieuwer wonen. Maar in de praktijk bleek het nogal eens dat de koper juist ontzettend veel onzekerheid en stress ervaarde bij de aankoop van een nieuw huis. En dat is heel jammer. Maar helaas ook nog eens best logisch. Je moet aan zoveel dingen tegelijk denken.
En het overzicht is al snel zoek voor de consument. Je mailbox wordt één grote brei spaghetti. En hoe zouden wij die kopers nou het gevoel kunnen geven dat wij in ieder geval samen met de projectontwikkelaar overal aan gedacht hadden? De stress en de negativiteit konden wegnemen en het gehele proces voor de consument inzichtelijk, transparant en bovenal vooral leuk konden maken. Dat hebben we uiteindelijk gedaan, eigenlijk met een hele ingenieuze oplossing. Die nieuwbouw-app is eigenlijk in essentie één grote stekkerdoos geworden. Ja. Waarop allerlei softwarepakketten, die in dit geval bij ARM draaien, op aangesloten worden. Hiermee voorkomen we dat we die Universal Business Plugin, die allerlei programma's pretenderen te zijn, dat omzeilen we. Want er is geen één systeem dat alle oplossingen heeft. Zo kan het bijvoorbeeld een CRM-systeem zijn dat heel goed is in het vastleggen van allerlei klantcontacten. Maar dat is nog geen goede huizendatabase of een goede mailing tool. Juist alle goede softwarepakketten hebben we op deze manier samen met AM aan elkaar geknoopt binnen één app. Hoe cool is dat? Lex is helemaal opgestart, dus met deze brug wil ik ook even Lex introduceren. Lex, wie ben je? En wat doe je? Nou, inderdaad, mijn computer doet het inmiddels weer gelukkig. Heel gelukkig. Dus, ongeveer 1 van 12 dat hij een heel mooi blauw scherm gaf. Nou, mijn naam is dus Lex Wilmers. Ik ben consultant e-business bij AM. En dat houdt zoveel in als dat ik me bezighoud met alles wat online gebeurt richting onze potentiële klanten. Dat houdt in systemen beheren, zoals een CRM-systeem, de huizendatabase, dashboards, dat soort zaken. Vanuit die rol hebben wij een aantal uitdagingen gehad. En met Amy hebben wij een stap gezet richting een beter proces waarbij we al die uitdagingen kunnen oplossen. Jij gaat zometeen ons door het hele proces nemen. Wat is Amy? Hoe werkt het? Waar liepen jullie tegenaan? En waar gaan we naartoe? Daarom gaan we nu overschakelen naar jouw beeldscherm. Ja. En als het goed is, is dat nu in beeld? Bij mij komt die hartstikke mooi door. Maar alvorens dat we gaan doen, heb ik eerst nog een vraag. Of nee, ga eerst. Stel ik zo meteen de vraag aan het publiek. Ja. Nee, de inleiding hebben we gehad. Maar ja, hoe hebben we dat nou vormgegeven? Dat Amy, er is al veel over gezegd, maar wat houdt het nou precies in? Ik denk ongeveer een jaar geleden zijn we gaan zitten met een aantal uitdagingen die we als AM hadden. Die liepen uiteen van privacy uitdagingen, maar ook het verhogen van de klanttevredenheid, zoals Boris al aangaf, dat het kopen van een huis moet weer een feestje worden. En ik heb onlangs zelf een huis gekocht, kan je vertellen, het is niet altijd een feestje. Maar je woont nu wel gelukkig? Ik woon nu wel gelukkig, ja. Nou, zeker. Hartstikke mooi. En waar we ook tegenaan lopen is dat de werkdruk onder de verkoopmanagers binnen AM gewoon ontzettend hoog is. Met name doordat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn in het project en eigenlijk allemaal individueel informatie nodig hebben gedurende het hele proces. En dat voor meerdere projecten, dat is eigenlijk voor één persoon niet vol te houden. Dus dat waren onze drie grootste uitdagingen. En nou, dan heb ik namelijk wel de vraag van, voor iedereen die nu bij de webinar zit, als het goed is komt er nu een vraag in beeld en wij zijn benieuwd naar de uitdagingen die jullie ervaren rondom de verkoop van nieuwbouw. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Dus als het goed is, hebben jullie nu in beeld en kunnen jullie nu antwoord geven op de vraag.
Er wordt ingevuld. Er wordt behoorlijk ingevuld. Nou. Bijna de helft van iedereen heeft gestemd. Of heeft dat ingevuld. Nou. Het gaat me zo waar bijna lukken dat 100% van de deelnemers iets heeft ingevuld. En daar komen we bijna aan. Ik ga hem nog heel even open en dan sluit ik hem. Ik kan in ieder geval zeggen dat de meeste van jullie ervaren aansluiting op processen bij de partners als grootste uitdaging. En inderdaad beperkte informatie beschikbaarheid en hoge tijdsinvestering door allerlei vragen die er zijn. Dat zijn de nummers 2 en 3. Dank voor jullie antwoorden. En als het goed is, zijn we weer terug bij jouw scherm, Lex. Ja, zijn we weer. Even kijken hoor, de volgende sheet. Nou ja, oplossing daarvoor, een nieuwbouwdossier. Een nieuwbouwdossier, als je daaraan denkt, dan denk je heel snel aan een plek waar je documenten samenkomen. En dan kun je inloggen en dan kun je het document zien of je gegevens wijzigen. Wij vonden dat persoonlijk een beetje saai. Vandaar dat we dachten, ja, hoe kunnen we dat nou een beetje leuk inrichten, zodat het voor de klant leuker is om te gebruiken. En dat we gewoon iets bijzonders bieden. Daarom hebben we Amy bedacht. En Amy is geen normaal nieuwbouwdossier. Amy is echt een assistent eigenlijk, die je klant, of de potentiële klant, tijdens die hele klantreis gaat begeleiden richting de aankoop van de woning. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, een assistent die navigeert je door een bepaalde route. En in dit geval, dat is ook de basis van de app die we gebouwd hebben. Dus we hebben eigenlijk eerst bepaald, wat is nou die klantreis die de klant gaat doormaken om uiteindelijk die woning te kopen. Nou, dat ziet er ongeveer zo uit in de app. Dat is ook wel heel erg leuk, want dat autootje die dat herkent waar jij en het project zich bevinden in het proces. Achter de knoppen zit ook een uitleg van ja, wat houdt deze fase in, wat staat je te wachten, wat heb je eventueel al gemist. Hè? Wat kan natuurlijk dat je op een ander moment in het proces instapt. Maar dat is eigenlijk de basis, de tijdlijn van de app en daaromheen hebben we alles opgehangen. Nou, hoe hebben we dat gedaan? We hebben gedacht, welke informatie hebben mensen nou nodig op de diverse punten in die hele reis? Nou, daar zijn we eerst met een groep experts bij elkaar gekomen. Er zat een hypotheekadviseur bij, makelaar, notaris, verkoopmanager van ons. Hele diverse groep. En daar hebben we eigenlijk de belangrijkste momenten in het proces hebben we opgeschreven. En daar zijn we eigenlijk aan het bedenken, wat zouden nou vragen kunnen zijn die een klant op dit moment zou kunnen hebben. Nou, die vragen die hebben we allemaal verzameld en in een tijdlijn gezet. En die tijdlijn die loopt eigenlijk gelijk met die roadmap die je net zag. En dat is in feite gewoon de klantreis, dat is het hele proces dat de klant doorloopt om van latent geïnteresseerd uiteindelijk koper te worden en uiteindelijk nog helemaal door te gaan. Dat is ook nog een beetje toekomst. In principe liggen daar het fundament ligt ervoor. Maar dat ook het minder werk en alle andere zaken er ook in opgenomen zouden kunnen worden. Ja, in principe, wij richten ons nu echt tot aan de koop, zeg maar. Ja. Dus tot aan de notaris. Zoals we net al aangaven, iedereen heeft zijn eigen proces. Specialiteiten en proces, ook in software. En wij hebben ons nu heel erg gefocust op het proces dat AM volgt. En dat is het verkopen van de woning. In de meeste gevallen heeft een bouwer bijvoorbeeld weer een eigen systeem. Ja. Het zou mooi zijn als we kunnen integreren, maar vooralsnog richten wij ons voornamelijk op de koop. Dus dat ze ook hier terugkomen, het gaat inderdaad over de interesses, de optie krijgen, inschrijven, kopen en het eigendom verkrijgen. Oké. Die tips eigenlijk die eruit komen, hebben aan een tijdlijn gehangen. En die worden gedurende dat hele proces verzonden naar de kopers, zodat je ook geen hele lap tekst hoeft te lezen, maar gewoon precies op het juiste moment de juiste informatie voorgeschat krijgt, middels een kort berichtje. En daarmee hebben jullie in feite de klantreis gedigitaliseerd? Ja. Oké, nou,
ik ben eigenlijk wel benieuwd wie allemaal van degenen die nu aan het luisteren zijn, wie heeft ook zijn klantreis gedigitaliseerd? Want ik denk dat dat een hele belangrijke eerste stap is in überhaupt zorgen dat je klanttevredenheid verhoogd wordt. Want je maakt het voorspelbaar en systematisch. En daardoor kun je sneller en beter op allerlei vragen, onzekerheden en dat soort zaken reageren. Ja, wij proberen echt alles vanuit de klant te bekijken. Ik denk dat we als sector toch nog wel redelijk vanuit ons eigen proces kijken. Klopt, en dat dus wat wij willen dat de klant doet. Als je andersom kijkt. Dus wij hebben in die brainstorm sessie hebben we ook echt gedacht van, stel ik ben die koper en ik ben op dit moment, wat zou dan mijn informatie doen? Nou, ik vind dat heel goed, maar ook met nu het oog op de toekomst. Als je ziet, er zijn ik geloof ik 20% minder bouwvergunningen afgegeven. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk wordt dat je zorgt dat het proces tot aankoop te komen veel beter in elkaar zit, zodat je ook snel tot uiteindelijk een koop kunt komen, doordat je die mensen goed informeert, zodat ze verantwoord en zelfverzekerd uiteindelijk een keuze kan maken. Bedankt voor jullie antwoorden allemaal. 65% van jullie heeft gedeeltelijk de klantreis gedigitaliseerd, 20% nog niet, en 15% heeft hem al gedigitaliseerd. Dat is hartstikke mooi. Gedeeltelijk betekent in ieder geval dat je ermee bezig bent. Dus ja, zet dat voort. En voor degenen die dat nog niet hebben gedaan, alsjeblieft, ga dat doen. Want het gaat je echt heel veel opleveren. Ja. Dan close ik hem. En als het goed is, zijn we weer terug bij jouw scherm. Yes, dan duiken we nu echt even de app in. Maar ik heb het net al natuurlijk gehad over de berichten en de reizen waar die de klant komt. Ja. Daar zitten natuurlijk ook wat, tenminste die tips en die klantreis, dat is eigenlijk het onderscheidend vermogen van Amy. Mm-hmm. En dat maakt het ook een assistent. En daarnaast zitten er een hoop, een hoop onderdelen in die gewoon super praktisch zijn en waar Amy dus ook naar kan doorverwijzen. En die zal ik even doornemen. Je ziet bovenin You Are Here. Dat is eigenlijk, als je nou echt denkt van, waar ben ik? Wat moet ik nog doen? Wat hebben we gedaan? Dan kun je daarop klikken en dan krijg je die tijdlijn te zien. Dus dan ben je weer even op de hoogte van, oh ja, dit wordt de volgende stap. En dit staat met te wachten in die periode. Als je de app opent, dan kom je eigenlijk in een dashboard terecht. Waarbij je ziet wat je afspraken zijn. Wat Boris net al aangaf, de app wordt gevuld eigenlijk door verschillende systemen. Dus het CRM-systeem wat wij gebruiken, in dit geval iMove, laat eigenlijk rechtstreeks de afspraak in de app. En die zijn dus op persoonsniveau worden die ontsloten? Ja, we hebben de app zo gebouwd eigenlijk dat er verschillende soorten afspraken in kunnen komen. Dat zijn eigenlijk of tenminste data die in de tijdlijn van het project staan. Ja. Dat zijn afspraken die gekoppeld zijn aan een bouwnummer, of afspraken die rechtstreeks aan een relatie gekoppeld zijn. Die komen eigenlijk terug in de app. En de roadmap die reageert daar ook op. Nou, wat we nog meer zien is documenten. Een logische stap zeg maar, in een nieuwbouwdossier. Hieronder berichten en contact. Als je er even niet uitkomt, wie moet je dan hebben en hoe krijg je die snel te pakken? Nou, dit is nog even een voorbeeld hoe die berichten er dan uitzien. Wat je hier bijvoorbeeld bovenaan ziet staan, het zijn niet allemaal hele inhoudelijke berichten, maar het kan zijn, zoals hier, neem je paspoort mee. Je gaat vandaag naar een notaris. Je hebt al gehoord dat je moet legitimeren, maar vergeet hem even niet. En het is heel fijn als je even een geheugensteuntje krijgt. Dat geeft ook het gevoel dat je niet vergeet. Dus dat soort filtertips hebben we bedacht met z'n allen. En dat moet de klant echt aan ontzorgen. Ja, en het toont ook je betrokkenheid bij het geheel aan. Van, je informeert mensen goed, wat is de volgende stap? En hoe gaan we met elkaar zorgen dat we dit tot een goed eind brengen? Ja, wat we ook zien is dat er soms onnodig veel klantcontact is, doordat er gewoon onzekerheid is bij
kopers, wat logisch is, want je maakt een hele grote beslissing. Mm-hmm. En het feit dat je dit soort tips krijgt van partijen die er waarschijnlijk wel veel van af weet, dat geeft toch een stukje vertrouwen. Nou, dus het is een belangrijk onderdeel. Dan hebben we een vragendatabase. Dus we hebben nog heel veel vragen eigenlijk verzameld en antwoorden daarop gekozen. Die zijn projectspecifiek, maar ook algemeen. Dus eigenlijk heb je standaard al een hele rits met vragen erin staan. Als je hier zoekt, dan kijkt hij gewoon welke vragen voldoen aan zoekcriteria. Dus dan krijg je die te zien. Als ik hier bijvoorbeeld in toets badkamer, dan krijg je alle vragen over de afwerking van de badkamer. Hoe is de badkamer afgewerkt? Kan ik zelf kiezen? Dat soort zaken. Of over de planning, waar kan ik die vinden? Wat is de volgende stap? Dus dat is een onderdeel. Nou, dit is dan de agenda. Net op het dashboard zag je al een korte samenvatting. Hier zie je hem nog een keertje echt op datumniveau. Dit komt ook vanuit iMovie. Als je hem uitgehaald kunt, kun je nog een korte omschrijving toevoegen. Kun je ook een leuk berichtje voor iemand toevoegen van we hopen dat je aanwezig bent, want we gaan er een leuk feestje voor maken. Documenten. Ik denk eigenlijk dat dit een van de meest belangrijke dingen is, want dit heeft alles te maken met AVG, privacy en wat al niet meer zijn, toch? Ja, het mooie is dat, wat ik al aangaf, wij werken dan met iMovie als CRM-systeem. En dat stekkerdoos idee wat we hebben, we kunnen eigenlijk alles erop op inpikken. Maar het voordeel van het proces wat wij nu volgen is dat ook onze makelaars bijvoorbeeld in hetzelfde systeem werken. En de documenten die geüpload worden ook gedeeld worden onderling. Dus dat betekent eigenlijk dat als een makelaar documenten toevoegt in het projectdossier, die ook gelijk zichtbaar zijn in de app. Ja. Dus op die manier hebben we een cirkeltje waarin meerdere partners samenwerken binnen een project. Ja. En al die informatie voor de klant op één punt samenkomt. En in het verleden was dat een groot probleem. Dat weet ik nog, van vroeger. Dat er werden gewoon complete databasebestanden of Excel-bestanden heen en weer gevloekt met allerlei persoonsgegevens. Die gingen van de makelaar naar de ontwikkelaar, naar de notaris, et cetera. En dat is nu hiermee verholpen, want het staat nu allemaal op één plek. En iedereen die de juiste toegang heeft, gaat daar naartoe. Ja. In plaats van dat het naar anderen toe gaat. Ja, slim. Ja, en dan dat scheelt ons van het werk. Aha. Even kijken, volgende naar de contacten, ook een logische. Stel je komt er even niet uit in de app, wie moet het dan hebben? Hoe kan ik die gegevens snel mogelijk te pakken krijgen? Het zit ook in de app. Mm-hmm. Dan even onze eerste ervaring. We zijn nu met de eerste projecten eigenlijk live. Ja. Dat is ook nog wel leuk om te vertellen. Het is vrij eenvoudig voor ons om een app op te zetten. We hebben natuurlijk één die gemaakt in de huisstijl van AN. Ja. Maar de techniek erachter die herkent of iemand is gekoppeld aan een project in onze database. En het leuke is dat de app dan zichzelf aanpast naar de huisstijl van dat project. Hey, dat is slim bedacht. Dat is heel handig. Waardoor je eigenlijk, je kan als geïnteresseerd of als koper ook nog switchen. Maar afhankelijk van welk project je gekoppeld bent, zie je ook de informatie die beschikbaar is. Okay. Groot voordeel daarvan is dat we nu gewoon echt super snel kunnen implementeren. We hoeven geen app meer verder op te zetten. Het loopt gewoon. En de klant bepaalt eigenlijk zelf waar die interesse in heeft en kan schakelen tussen de verschillende projecten. En als ik het goed heb, want we hebben het ook opgezet, betekent dat we vanuit één bron in feite al die apps aansturen. En op die manier, op het moment dat wij iets aan de app veranderen, verandert dat ook in alle gekoppelde uitingen van die app. Dus op alle verschillende projecten. Ja, dat klopt. Dus het is eigenlijk één app die er anders uit kan zien. Maar als je een onderdeel aanpast, dan is dat over al die verschillende huisstijlen eigenlijk aangepast. Want ik krijg toevallig een relevante vraag hier binnen van Christian. Christian, bedankt voor je vraag. Die vraagt ook meteen, hoe zit het met de huisstijl als een belangstellende gekoppeld is aan meerdere projecten? Ja, dat probeerde ik net ook eventjes uit te leggen. Ja? Als je
in het menu zit van de app, dan zit daar gewoon een knop met settings. En daar kun je zetten op wissel project. Als je daar klikt, kun je kiezen voor welk project je de informatie wil zien. Super. Ik hoop dat daarmee je vraag beantwoord is, Christian. En overigens herkent de app ook wat de meest relevant is voor jou. Dus als jij geïnteresseerd bent in project A en koper in project B, dan zal die altijd als eerst project B laten zien, omdat je daar eigenlijk verder in het proces relevant. Je bent koper en geïnteresseerd, dat betekent dus dat je met elkaar bezig bent met een scheiding. En dus zit je meer opties overhaald. Ja, ja, inderdaad. We weten nog niet helemaal wat we gaan doen. Nee. Maar we gaan iets doen. Even kijken hoor. Nou ja, wat er nog meer ervaringen zijn, is dat er relatief veel gebruikers gebruik van maken. We hebben nog niet hele uitgebreide metingen gedaan over hoeveel. Maar wat we wel hebben gezien is dat in ieder geval de gebruikers gemiddeld 6 minuten doorbrengen in de app per sessie. Oh, dat is heel veel. Dat is wel echt serieus. Ja, want als we dat vergelijken met het gebruik op de projectwebsites die we maken, dan ligt dat aanzienlijk hoger. Ja, ja, super. Dus dat is, mensen zijn dus blijkbaar echt op zoek naar die informatie. Maar wat een leuk voorbeeld, een ervaring, een mevrouw van in de 80 die belde mij laatst, want die kwam niet helemaal uit met het aanmaken van een account. Ja. Ook zelf wel heel erg leuk dat ze het probeerden. Dus ook het vooroordeel, oude mensen gebruiken geen apps. Is wat dat betreft voor mij ook een beetje ontkracht. En nog een één ervaring is de content die je toont. Dat kost best wel veel tijd om dat allemaal op dezelfde plek te krijgen. Dat is dan een nadeel. Dat je moet alles uploaden in de systemen die je gebruikt. Op verschillende plekken. Maar het brengt ook alweer een voordeel met zich mee. Dat alles op één plek is. Dus dat het ook alle partijen dezelfde informatie hebben. Ja. Ja, zoals wij dat hier noemen, one source, many outlet systems for interactive services, wat zich ontzettend mooi laat afkorten tot osmosis. En voor iedereen die biologie heeft gestudeerd of in het vakkenpakket vroeger had, dat betekent dat je vanuit één bron alles overal kunt krijgen. En sowieso vanuit die stekkerdoosgedachte kunnen we dan ook zorgen dat als het op één plek ingevoerd wordt, dat het ook meteen doorgevoerd wordt op andere plekken. En daar ook weer op het moment dat er iets ingevoerd wordt, dat we ook zorgen dat overal alles weer doorgevoerd wordt in de afzonderlijke projecten. Ja, dus je bent iets meer tijd kwijt om het in te richten, maar daarna heb je wel overal de juiste informatie. Precies. Nou, dat waren de eerste ervaringen. Dan de kansen. Wat wij als echte kans zien is dat we nu gewoon een directe lijn hebben met die klant. We hebben altijd al wel veel informatie verzameld over de klant en in onze eigen mappen, voor onze eigen administratie. Maar nu we een directe lijn hebben met die klant, kunnen we ook zorgen dat de klant daarvan profiteert. Ja. Die administratie die wij bijhouden is voor ons interessant, maar is voor de klant eigenlijk net zo interessant. Nou, dat is in ieder geval mooi om met de klant te kunnen delen. En daarnaast kunnen we op deze manier gewoon interactief bezig zijn met de klant. Dus we staan te kijken van, kunnen we niet een chatservice inbouwen bijvoorbeeld, zodat de klant ook direct vragen kan stellen. Ja. Je kan nog veel verder gaan, feedback, dus dat mensen feedback kunnen geven op het proces. Omdat we ook dat hele proces nu inzichtelijk hebben gemaakt met al die stapjes, kunnen we die ook per stap gaan toetsen bijvoorbeeld. En we zouden eventueel nog verder kunnen naar de woonfase. En dat houdt eigenlijk in het monitoring van je woning, zeg maar wat. Maar dat zijn allemaal kansen die nog... Niet heel veel kansen voor de toekomst, maar ik wil even terugkomen op die directe lijn. Ik werd wel eens even op de schouder getikt door makelaars die deze app vooral als bedreiging zagen. Ik ben wel eens even benieuwd van... hoe wordt dat door de luisteraars gezien? Hoe zien zij de toekomstige rol van de makelaar in heel het nieuwbouwproces? Daar ben ik ook benieuwd naar. Wordt die belangrijker, wordt die minder belangrijk of wordt die anders? Ja, dat gaat ook goed. Zo. Dit is de vraag waar iedereen op aan het zitten.
Even kijken hoor. Zitten we al op 100%? Nee, maar daar zijn we nog maar. Cool. Nou, als ik nu zo kijk, iedereen vindt dat de rol van de makelaar anders wordt. 67%. 21% vindt dat de rol belangrijker wordt. Ik zou die mensen graag willen uitnodigen van, geef even in dit, bij de vragen aan hoe je ziet dat deze rol gaat veranderen. En dan komen we dadelijk daar tijdens de vragen en antwoorden nog op terug. Hoe denk je er zelf over, Boris? Hoe ik er zelf over denk? Ik denk dat de rol van de makelaar juist belangrijker wordt. Wij hebben het systeem zo opgebouwd dat de makelaars of verkopers veel beter kunnen aansluiten bij het proces. Als we kijken waar ligt de grote behoefte van de klant. De klant heeft de meest behoefte om informatie te krijgen voor de koop. Op dit moment is dat in alle systemen nog, of in alle processen moet ik zeggen, nog slecht geregeld. Dat is geen manco van de makelaar over het algemeen. Dat is een manco vanwege het feit dat er vaak nog weinig informatie in aanloop van een project is. Daar ligt een uitdaging voor de projectontwikkelaar. Van zorg dat de juiste informatie beschikbaar is en dat die gecommuniceerd kan worden. Anderzijds ligt er wel een uitdaging voor de makelaars. Van hoe ga je zorgen dat je antwoord kunt geven op de vele vragen. En daarmee kun je volgens mij een hele mooie dienstverlening opzetten richting projectontwikkelaars. Projectontwikkelaars hebben over het algemeen geen verkopers in dienst. Daar, die zoeken ze bij het proces, omdat het vaak ook lokale partijen worden erbij betrokken. Dus ik zie het vooral als dat de rol groter wordt, maar hij verandert wel. Het wordt veel meer een mediator of een facilitator in het gehele proces. Zo zie ik het. Maar hoe zie jij het, Lex, als projectontwikkelaar? Ja, wij zien het toch wel gewoon dat het anders wordt. Ja? Ik denk dat de rol van de makelaar niet groter wordt of niet kleiner. Oké. Alleen de behoefte die de projectontwikkelaar heeft, die is veranderd. Dus ja. We hebben een heel deel van onze marketing gewoon zelf ingericht nu. Ja. Maar we hebben die makelaar ook zeker nog nodig om die klanten ook gewoon goed te woord te kunnen staan. Ja. Dus niet, tenminste, AM hanteert een beetje de visie dat je koopt geen pak melk of zo. Dus je moet gewoon goed begeleid worden. En de makelaar is ook gewoon een vertrouwenspersoon waar je terecht kan om je vragen te stellen. Ja. Maar ook, we hebben de makelaar ook nodig omdat je eerst enorme piekbelasting hebt op het moment dat je met zo'n project in verkoop gaat. En het feit dat we nu een open samenwerking hebben eigenlijk met de makelaars, dat wil zeggen dat we de systemen delen waardoor iedereen eigenlijk dezelfde informatie inzichtelijk heeft, dat biedt gewoon heel veel kansen. En ik denk dat de verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer een beetje vervaagd en dat het meer gewoon een verkoopteam wordt eigenlijk. Zo kijk ik er een beetje naar. Nou, dat denk ik ook. En ik denk, sterker nog, althans dat is mijn visie. Nu wordt er nog vaak gerekend of is de business case een percentage van de vrij op naamprijs. Ik denk dat we zo langzamerhand naar een soort menukaart gaan waarbij verkoopondersteunende diensten geleverd worden richting de projectontwikkelaar. Want die piekbelasting die jij aangeeft, ja, die zien wij ook, die meten wij ook. Op het moment dat we een mailing eruit doen, en vooral op dit moment bij projecten in Amsterdam, daar schrijven zich duizenden mensen voor in. We doen er een mailing uit en je krijgt een paar honderd vragen terug. Dat kan een projectontwikkelaar kan dat op dit moment niet handelen. Nee. En dus we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk te handelen met bijvoorbeeld zo'n app. Ja. Maar we zullen ook zeker een makelaar nodig hebben die
die vragen ook bundelt. Dus dat wij de juiste informatie hebben. En gewoon die klant te woord kan staan als daar behoefte aan is. Eens. Had jij nog verder? Nee, dit was mijn... Oké. Dan pak ik het scherm even terug. En dan wil ik een aantal vragen gaan behandelen die gesteld zijn. 1 seconde. Als het goed is, is iedereen weer terug op mijn scherm. Een paar vragen die gesteld werden. En eens even kijken, jouw reactie daarop. Vraag van Margot. Bedankt Margot. Kan de app gekoppeld worden aan een ander CRM-systeem? Ja, wij hebben de hele app zo opgesteld dat wij verschillende softwarepakketten kunnen gaan koppelen binnen de app. Of dat nou een CRM-systeem is, of dat een mailsysteem is à la Mailchimp. De nieuwbouwhuizendatabase, wat de bron van alle nieuwbouwdata is. Dat kunnen kopers keuzelijsten zijn. Binnenkort gaan we voor een andere ontwikkelaar ook een koppeling maken met een koperskeuzesysteem. Dat ook in zo'n app gevat kan worden. Dus ja, antwoord daarop is inderdaad, het kan gekoppeld worden aan andere systemen. Ja, dus wij hebben ervoor gekozen als AM zijnde om een stekkerdoos te maken eigenlijk waar we alles op kunnen aansluiten. Ja, dat zou iedereen kunnen doen. Ja, en dat... En elk systeem zou je daarvoor kunnen gebruiken natuurlijk. Ja, en dat beantwoordt ook aan de visie die nu in ieder geval in de softwaremarkt is. Dat je hebt niet één universal business plugin. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Salesforce. Salesforce biedt derde partijen toegang tot hun systeem om te integreren. Zodat je gebruik kunt maken van de beste software die er is voor jouw proces. Zoho doet dat ook. En even een mooie thumbs up voor Colibri in Nederland. Dat is het systeem van Venum. Dat is een systeem dat is helemaal gebaseerd op een API-visie. Dus allerlei andere systemen kunnen erop aansluiten en Colibri zelf kan ook weer aansluiten op die systemen. Dat is in feite ook wat we met het nieuwbouwplatform hebben gedaan. We hebben een open systeem gemaakt, zodat derde partijen makkelijk van die data gebruik kunnen maken. Ik hoop dat dat een antwoord is op jouw vraag, Margot. Ik heb hier van Mohammed een mooie vraag. Vanuit de ontwikkelaar wordt er meestal ook een klanteninternet aangemaakt, waarbij alle documenten op één plek staan. Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van Amy? Goeie vraag, Mohamed. Hadden we het over documenten of over vragen? Er wordt een klanteninternet gemaakt, ja, waarbij de klant inlogt en waarbij ook alle documenten op één plek staan. En wat is nu de toegevoegde waarde van Amy? Ja, wat ons betreft is de toegevoegde waarde dat je op zo'n intranet ga je de algemene documenten delen. Mm-hmm. En wat wij met Amy geprobeerd hebben is dat we een specifieke situatie willen creëren voor de betreffende klant. Dus dat houdt in dat je daar inzicht hebt in alle algemene documenten, maar dus ook jouw persoonlijke documenten. Dus een makelaar kan een getekende koopovereenkomst uploaden. Die staat in jouw app, maar uiteraard natuurlijk niet op een intranet. Hetzelfde geldt met de tips die je krijgt. De ene persoon kan een week geleden zijn koopcontract tekenen en de volgende maand later. Er kan best wel een periode tussen zitten, waardoor de informatiebehoefte eigenlijk ook heel erg afwijkt van de standaard. Ja. En ik denk dat ook een belangrijk pluspunt is. Met zo'n app creëer je veel meer binding. En het is ook een logisch iets dat dat het op je telefoon zit. Dat het niet als een aparte intranet applicatie vanaf een desktop neergezet wordt. En daarnaast,
Het geeft je de mogelijkheid om meerdere programma's te koppelen die het beste voor je werken. Bijvoorbeeld die mailingen, die komen ook weer terug in die app. En dat soort zaken, daar is mooi in voorzien. Ja. Dank voor je vraag. Ik hoop dat dat een antwoord is. Is de app gebaseerd op een blockchain principe? Nee, de app is niet gebaseerd op een blockchain principe. Het is een stekkerdoos die op dit moment gewoon ontsloten wordt. Misschien dat we ooit nog eens naar een blockchain gaan. Dat was een vraag van Dick. Dank je, Dick. Vooralsnog nog geen blockchain. Nee. Wellicht in de toekomst. Nee, en wat ook wel, wat wel mooi is ook, documenten en informatie die beschikbaar is in de app, die blijft ook gehost bij de leverancier van de software waar het vandaan komt, zeg maar. Dus we halen alleen de informatie op en we gaan het niet opslaan in een eigen database. Dat is misschien nog wel een leuke toevoeging. Nog een andere interessante vraag. In feite worden alle partners van AM op dit moment nu wel gedwongen om volgens jullie proces te werken. Ja, dat is waar inderdaad. Maar ons proces kan wel afwijken. Het is niet altijd één lijn en er zal altijd per project worden gekeken wat het beste proces is dat we kunnen volgen. Mm-hmm. En Amy is wel zo ingericht dat die app die herkent eigenlijk waar het proces zit, op waar het project zich bevindt in een bepaald proces. En daar wordt hij op afgestemd. Dus hoe het proces eruit ziet, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Voor de klant is er altijd relevante informatie. Juist. Ik had nog een vraag over het voordeel van de app. Van Christian, dank. Ik denk het grote voordeel van de app, ik merk dat daar veel meer vragen over terugkomen ten opzichte van het gebruik van een CRM-systeem, is dat we nu meerdere systemen aan elkaar hebben gekoppeld. Als we kijken naar de klantreis die gevoerd wordt, inherent aan die klantreis is dat er meerdere systemen mee te maken hebben. En juist die systemen hebben we nu allemaal aan elkaar gekoppeld. In alle jaren dat ik dit nu doe, is er nog geen eenduidig softwarepakket op de markt gekomen waarbij alle functies en alle functionaliteiten die ondersteunend zijn aan de verkoop van nieuwbouw geïntegreerd zijn. Dus dit systeem geeft je in feite het beste van alle softwarepakketten. En we hoeven ook niet alle functionaliteit van alle pakketten te gebruiken. Voor sommige onderdelen gebruiken we maar een deel van dat softwarepakket. Dus we werken ondersteunend aan het proces wat er bij de ontwikkelaar of degene die het aanschaft speelt. Ik hoop dat dat een antwoord is op je vraag, Christian. Daarmee samenhangend, een leuke vraag van Yvonne. Wie van het verkoopteam vult de app gedurende het traject? Wie vult de tips in? Wie foto's, voortgang, de brieven, persoonlijke afspraken? Hoe coördineren jullie dit op dit moment, Lex? Nou, een heel groot gedeelte van de informatie is algemeen eigenlijk. Ja. Dat staat er sowieso in. En de informatie waar, tenminste de data waar dat aan getriggerd wordt, dat is data die eigenlijk organisch ontstaat doordat makelaars bijvoorbeeld afspraken inplannen. Maar het kan ook zijn dat het systeem zelf herkent dat er een volgende stap wordt bereikt. Dus stel een geïnteresseerde die heeft in ons CRM-systeem interesse in een bepaald type, mm-hmm, een woningtype, en daar komen specifieke bouwnummers bij. Dan herkent het systeem dat we over zijn gegaan naar de fase waarop mensen inschrijven op een bouwnummerniveau. Dus daar is dan altijd weer andere informatie beschikbaar. En er zijn natuurlijk altijd projectspecifieke vragen en informatie. En die zal de verkoopmanager gewoon al matig moeten toevoegen. Okay. Over het algemeen zijn dat toch vragen die vaak terugkomen. En er zitten in de vragen die we kunnen uploaden zitten ook dynamische velden, waardoor
een vraag toch ook wel weer breed specifiek kan zijn, terwijl die ook algemeen is. Oké, nou, super. Waarom hebben jullie gekozen voor een app en niet een webplatform? Nou, we vonden een app eigenlijk wel handig dat je die altijd bij de hand hebt. Mm-hmm. Dus als jij, noem maar wat, bij de notaris zit en die was even vergeten wat er ook weer in dat ene stuk stond, dan kan je die zo even bijpakken. Of je loopt in een bouwmarkt en je was de maten vergeten omdat je je moet iets hebben. In feite, de app sluit beter aan op de klantreis, zeker de klantverwachtingen. Ja, ja. En het zou ook kunnen natuurlijk met een website. Maar wij hebben er toch voor gekozen om het in een app te doen, dat je dat makkelijk onder één knop hebt. En daarbij willen we het ook heel graag naar notificaties doen. Dus dat je, als je die berichten krijgt, dat je dat op die manier gaat krijgen. Ik denk ook dat die app meer binding geeft. En ook op het moment, als je nog in een voorfase zit, hè, we zitten nu heel erg richting de contractfase. Maar in die voorfase geeft zo'n app, denk ik, veel meer binding met toekomstige kopers. Omdat die koper relatief volatiel is. Die gaat van website naar website naar website. Via een app zit je altijd in zijn broekzak. Ja, dat is waar. En daar wil je graag zitten. Althans, commercieel gezien. Ik ben denk ik zo'n beetje door. Ah, er komt nog een vraag binnen. Ah, mooie vraag. Klanten of belangstellenden die de app niet downloaden, gaan jullie daar langs de deur? Hoe ga je daarmee communiceren? Daar zullen we gewoon op de ouderwetse manier mee moeten communiceren. Dus die moeten naar jullie toe komen. En dan mogen ze gaan zitten, krijgen ze een kopje koffie. En dan ga je het gewoon verbaal overbrengen. Ja? Nee, maar kijk, dat is ook dat is een keuze die iemand heeft. Wil je digitaal je hele klantreis volgen of ben je meer van de persoonlijke contact? En dat is ook een van de redenen dat die makelaar gewoon nog steeds ontzettend belangrijk is. Juist. Sommige mensen willen gewoon persoonlijk contact. Dat zijn mensen die niet zo'n app downloaden. En dan zal de makelaar wat meer effort daarin steken. Voor iedereen is persoonlijk contact mogelijk. En de app is als ondersteuning om die klant verder te helpen. En als je die behoefte hebt, kan dat. En anders, Ja, maar het is een beetje ook de discussie die ik nog van vroeger ken. Heeft iedereen wel een internetaansluiting? En ik denk de meeste mensen zullen een mobiele telefoon hebben tegenwoordig. Zelfs hier in Groningen lopen mensen ook tegenwoordig met een mobiel. Dat is fantastisch. Ja, dat is leuk, hè? Ja, ja, nee, dus ja, dat volgens mij. Ja, de penetratiegraad is dusdanig hoog. Die app werkt zo fantastisch dat het gewin gemak genot is. Dus volgens mij wordt die heel veel gebruikt. Ja, wij zeggen dat je meer informatie krijgt als je die app hebt. In zo'n spannende periode, als je een huis gaat kopen, dan wil je gewoon zoveel mogelijk informatie hebben. Wat ik net aangaf, ook een vrouw van in de 80 downloadt hem ook, omdat ze het handig vindt. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het is ook er zijn ongetwijfeld mensen die meerwaarde niet kunnen zien en gewoon door de makelaar gebeld willen worden, alles met de post willen ontvangen. Dat kan ook. Hey, je kunt het krijgen. Dit is, ja. Ik heb hier nog een vraag over de kosten. De kosten. In principe ligt er nu een framework waarmee we allerlei pakketten met elkaar kunnen koppelen. Wij als Fundamental Media willen er naartoe dat we één standaard app ontwikkelen op basis waarvan onze klanten kunnen aansluiten. Ik kan me zelfs voorstellen dat in de toekomst er een algemeen iets voor de projectontwikkelingsbranche op de markt komt. Er zit nog veel maatwerk aan, omdat wij die app laten aansluiten op het proces van onze klant, over het algemeen de projectontwikkelaar in deze. Ik kan me ook voorstellen dat dat op een gegeven moment een grote makelaarij kan zijn, maar dan sluit die app, gaat aansluiten op het proces van degene die bij ons bestelt. Een vervolgvraag die daarover gesteld werd, we hebben het nu over
iMove gehad, we hebben het over Colibri gehad, Circuit Nieuwbouw Nederland, waar wij ook dan mee koppelen, OSRE, en zo zijn er een heleboel koppelingen die er zijn. Een koppeling die er op dit moment nog niet is, is die met RealWorks. Even een vraag, zouden jullie daarvoor openstaan om ook met makelaarsystemen te koppelen, Lex? Ja, in principe is iMove een makelaarsysteem. Ja. Het is natuurlijk zo dat RealWorks voor het overgrote gedeelte van de makelaars gebruikt wordt. Kijk, voor ons is wij hebben ervoor gekozen om met iMove te werken. En zo is de app nu ook gebouwd. Wij hebben de app AMI genoemd en is gebouwd op onze systemen. Mm-hmm. Maar volgens mij is iedereen vrij en is de techniek ook zover dat je ook met andere systemen kan koppelen. Dus absoluut. Voor ons is dit nu een maatwerk eigenlijk. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat andere partijen denken, hey, ik wil ook zoiets met mijn systeem en mijn CRM-systeem. Dan zou ik vooral diegene zeggen, ga ermee aan de gang. En bel naar Groningen. Ik weet dat ze in Groningen ervaringen mee hebben. Ja, raar, maar iedereen, dat moet je zelf weten. Ja, helemaal eens. Dat was het. Ik wil jou hartstikke bedanken, Lex. Ik vond het interessant. En het is ook een waanzinnig mooi project voor ons geworden. Absoluut. Het heeft veel aandacht gegenereerd. En biedt weer voor ons in ieder geval een heleboel nieuwe kansen. En ik hoop dadelijk ook voor al onze klanten een heleboel nieuwe kansen. Maar bovenal dat het degene om wie het eigenlijk allemaal draait, namelijk die consument die nieuwbouw koopt, dat het vooral een verlichting is. Dat het huizen kopen weer een feestje wordt. En dat we op die manier als branche met elkaar kunnen zorgen dat die woonconsument veel beter bediend wordt. Ik wil iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om naar ons te luisteren. Wij sturen nog een samenvatting waar ook de antwoorden in staan. En waarschijnlijk komt er ook nog een screencast. Dus je kunt hem ook nog eens een keer naluisteren. Iedereen hartstikke bedankt. Maak er nog een mooie dag van. En ik zeg tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi.